Wat hoort er nog meer bij een kasteel? Ik moet bone meal. Ik haal gewoon even mijn halve toetsenbord uit elkaar. Yo mensen van Kitty Gaming, leuk dat je kijkt naar een nieuwe Build Battle. En we zijn vandaag hier met een kasteel, mag ik hopen. Ik hoop zo dat het een kasteel wordt. Please laat het een kasteel zijn. Het thema is een kasteel. Ik ben blij. Waarom is er gewoon geen geluid? Oh, never mind. We hoeven geen geluid, jongens. Maakt niet uit. Maar we gaan lekker een kasteeltje bouwen. En volgens mij hebben we dit thema al een keer eerder gehad. Maar er zijn zoveel thema's. En ze zijn eigenlijk allemaal gewoon poep. Mensen zijn volop aan het spammen, want die zien mij hier in de lobby zitten. Hallo mensen. Ja, we gaan gewoon een klein kasteeltje maken. Niet al te groot. Wacht, doen we gewoon zo. Maak een leuk kinderkasteeltje. Voor kleine kindertjes. Oh fuck. Mijn headset maakt echt een heel, heel vreselijk geluid. En het is echt niet fijn om naar te luisteren. Maar hey, het is beter dan mijn oude headset. She makes good videos. Oh, thank you! Als je deze video kijkt, dankjewel. Heel lief. Heel erg aardig van jou. Oké, hoe groot moet die? Hij moet eentje uitsteken en dan die zo. Alright. Oh. Zo. Oh ja, ze weten al meteen ook wat ik aan het doen ben, hè. De slimme kindertjes. Godverdikkie, jongens. Ik weet gewoon precies wanneer ik aan het opnemen ben. Want natuurlijk weten mijn lieftallige kijkertjes wat voor series ik op mijn kanaal heb. En dat is onder andere inderdaad Build Battle. Want Build Battle is gewoon leuk. Oké. Okay. We moeten nog... Oh, wauw. Dan gaat hij ook gewoon even lekker volop zelf promoten. Dat soort mensen zijn dan weer minder. Ik mocht je echt heel graag, maar ja. Nee, grapje. Boeit mij serieus niks. Maar het is gewoon niet zo netjes. Ik weet niet of deze hoog genoeg is. Oh god. Ik krijg hem niet eens op tijd af, denk ik. Mijn mooie kinderkasteeltje. Zo. Dan moet ik nog een... bord maken hierin. En dan doen we deze kant. Even kijken. Hij moet zo hoog. Dus. Dan gaan we even hierbovenop. We moeten half slap. We moeten slap hebben. Ik ben gewend aan een tacket. En daar hebben ze zeg maar half slaps. En die zijn veel leuker. En stairs. We moeten ook stairs hebben natuurlijk. Even kijken. Zo en zo. Nu moeten we hier nog even slabs opplakken. Oh mijn god. Doe me net remaining. Dat is niet goed. Dat is niet goed jongens. Niet goed. Oké, zo. Dit ziet er wel een beetje uit. En dan doen we even een paard. Horse. Armor. En een horse. Oh. En jij mag lekker... Oh, horse options. Nou, dat ziet er echt uit als... horse options. Oh, kijk eens. Diamond horse armor. Ja, dan moeten we hebben precies dit. Schaamteloze zelfpromotie. Jij zegt het zelf al. Horse options. Nee. Oh mijn god. Waar drukte ik net? Hier? Ja. Even kijken. Wat hoort er nog meer bij een kasteel? Ik moet bone meal. Ik haal gewoon even mijn halve toetsenbord uit elkaar. Zo. En dan moeten we zo meteen nog even wat gravel neerzetten. Oh my god. Water of gravel? Water. Gravel. Even kijken, want dat doen we zo. En dan doen we aan deze kant ook gewoon even een klein stukje. En zo. Dan hoop ik dat we nog genoeg tijd hebben voor de gravel.
We moeten eigenlijk een vlag, dus dan moeten we fans hebben. Fans, 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 fans. Red Bull. Oké, kom op. We hebben 15 seconden. Oh mijn god. Jongens, help. Dit is ons kasteel. Oh mijn god, wat is dit voor een kasteel? Oh my god. Dit is totaal geen goed kasteel. Maar hey, ik heb mijn best gedaan. Deze persoon heeft ook zijn best gedaan. Het heeft in ieder geval een kasteelvorm. Dus daar ben ik blij mee. Niet dat het weer iets raars is. Dit is ook op zich best wel een cute kasteeltje. Beetje klein, maar hij is wel cute. Een mini kasteeltje. Is goed over nagedacht. Dit vind ik niet echt een kasteel. Oh, sorry. Even kijken, wat krijgen we nu? Mijn lelijke kasteel met mijn paardjes erin die helemaal aan het stijgen zijn. Oh mijn god. Legendary. Nee. Alsjeblieft, geen legendary op mijn plot. Oh mijn god, ze hebben het gedaan. Help. Ze hebben het gedaan. Dit is een gek roze kasteeltje. Ik kreeg gewoon fucking diamonds uit de lucht, jongens. Help. Oh, ik wil zeggen, wat de fuck heeft deze persoon gebouwd? Nou, het is niet echt een kasteeltje. Een beetje rip. Deze daarentegen vind ik wel weer leuk. Ook niet echt een kasteel, maar van voor ziet het er best wel cool uit als een kasteeltje. It's a giraffe! Oh my god. Maar het is niet echt dat ik zeg van wow. Het enige wat hij heeft gebouwd is eigenlijk een prinses. En that's it. En deze is ook niet helemaal. Oké. Een foto gewoon hier tussen. Even kijken. Oh, dit is gewoon helemaal niet af. Je hebt maar 5 minuutjes. Dan moet je echt goed opletten. Want je kan niet iets super groots maken. In maar 5 minuten. Ik snap niet hoe mensen dit. Waarom speel je dit spel? Waarom verpest je überhaupt je tijd? Het is ook niet echt een kasteeltje. Maar waarom zou je überhaupt je tijd verspillen door iets... Oh my god. GG. Fucking 120 punten. We hebben 2 keer zoveel punten als de tweede plaats. Oh my god. Dankjewel jongens, dankjewel. In ieder geval, dat was een beetje een kort videootje. Maar ik heb nog meer te doen vandaag. Namelijk over een uurtje. Tenminste, om 8 uur komt er nog een video online. Aangezien ik er gisteren en eergisteren geen heb gedaan, wil ik er vandaag 2 uploaden. En ik ga vanavond live streamen op Twitch. Mijn Twitch staat in de beschrijving. Het zijn Engelse streams. Let daar wel even op. En ik hoop jullie in mijn streams te zien. En anders zie ik jullie de volgende video. Later!